De avond is inmiddels ruimschoots gevallen. We begeven ons daarom naar ons hotel in de Achterhoek. Goedenavond. Goedenavond. Maurice, hallo. Hallo. Bo, wij hebben gereserveerd op naam van gastvrijheid en beeld. Ja, 2 kamers. We zijn bij Hof van Gelre in Lochem. Heel mooi hotel, zoals je ziet. En daar gaan we lekker slapen. Ja. Alsjeblieft. En terwijl Bo boven haar kamer inspecteert, of beter gezegd de royale suite die ze toegewezen heeft gekregen, vermaak ik de gasten beneden met wat pianospel. Niet veel later zitten we met hoteleigenaar Arne bij het haardvuur, want hij wil ons een goede nachtrust wensen. Nogmaals welkom, fijn dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie lekker genieten van een heerlijk glaasje whisky, lekker kopje thee bij de open haard. Nou, dat gaat vast lukken. Ja, heerlijk. Het is net thuiskomen toch? Helemaal goed. Proost. Dankjewel. Proost. De volgende ochtend stapt Bo uitgeslapen op haar balkon om te genieten van de Achterhoekse frisse ochtendlucht. Samen met Maurice neemt ze vervolgens een heerlijk ontbijtje met allerlei verse producten. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, goedemorgen. Lekker geslapen? Heerlijk geslapen. Nou, lekker ontbijtje. Arne, ik zag net jullie slogan ook ergens staan. Wij maken het verschil. Hoe maak je het verschil? Dan praat je over dienstverlening, over service, over betrokkenheid. En we willen graag dat gasten echt met een tevreden gevoel weer naar huis gaan. En met een geweldige ervaring en beleving. Dat ze zeggen, goh, dit hadden we niet elders kunnen krijgen. Van begin tot eind klopt het hier. En van welke faciliteiten kunnen wij dan bijvoorbeeld hier gebruik maken? Naast de mogelijkheden in het restaurant, de lounge en de bar bieden we de mogelijkheid om een lekkere duik te nemen in het verwarmde zwembad. 28, 29 graden. Daarnaast hebben we zalen voor cursussen, trainingen en bijeenkomsten. En hebben we veel gasten die komen, Britsen en veel golfers. We hebben 3 hele mooie golfbanen in de regio, dus daar maken gasten veel gebruik van. Of wandelen, fietsen. We hebben fietsen bij het hotel, elektrisch en gewone fietsen. Dus ga maar lekker de regio in. En als het wat minder weer is, ja, dan kun je hier heerlijk bij de open haard een boekje lezen, ontspannen, het zwembad in. Biljart spelen, zoals bij gisteravond. Ja. Lochem ligt natuurlijk in de Achterhoek. Die Achterhoek, waarin verschilt die nou op het gebied van gastvrijheid van bijvoorbeeld het westen van het land of het midden van het land? Ik denk dat we hier te maken hebben met gemeentegastvrijheid. We vinden het leuk om inderdaad vanuit ons hart ons werk te doen. We hebben tijd voor elkaar. Dat stralen we uit. We proberen hier de rust en de ruimte te creëren. Dat gasten een stuk belevingen ervaren. En dan genieten met de grote G. En beleving is wel essentieel. Nou, wij hebben ons in ieder geval ontzettend vermaakt. Wil jij hier nog meer over weten? Ga dan even naar de website. Arne, dankjewel. Graag gedaan. Tijd om de auto in te laden en te vertrekken, want we willen natuurlijk nog meer gastvrije locaties bezoeken in de provincie Gelderland.